Ik ben een high school dropout en ik woon sinds een jaar in Dubai. Ik zet miljoenen bedragen om. Ik bepaal mijn eigen salaris. Ik kies zelf wanneer ik werk. Wil je dat nou ook? Koop dan nu mijn cursus. We gaan het wel hebben over ZZP'er zijn. Als ZZP'er ben je zelfstandig gezonder personeel. Een bedrijf met één persoon dus. Niels en ik zijn allebei ZZP'er. Wat vind jij nou de voordelen van ZZP'er zijn? Ik vind het zelf fijn dat elke dag voor mij anders is. En dat ik zelf bepaal hoe vaak en wanneer ik werk. Je kunt ook denken, ik ga één maand heel hard werken en dan een maand chillen. Of op vakantie of zo. In principe bepaal je eigenlijk alles zelf. Je bepaalt je eigen uurtarief of hoeveel je product moet kosten. Je bepaalt ook zelf wat je verkoopt. Is dat een product of een dienst? Een product kan zijn cakejes of taartjes. En een voorbeeld van een dienst kan zijn dat je bijvoorbeeld helpt in de bediening van een restaurant. En als je bijvoorbeeld iets koopt voor je eigen bedrijf, dan hoef je daar vaak geen belasting over te betalen. En dat kan best wat geld schelen. Toch zijn er ook nog wel nadelen aan het ZZP'er zijn. Ik vind het bijvoorbeeld vervelend dat als ik niet in staat ben om te werken door ziekte of door een andere reden, dat ik dan ook geen geld verdien. Dat vind ik allemaal best wel stressvol. Ook moet je elke 3 maanden omzetbelasting doen en 1 keer in het jaar inkomstenbelasting. Ik snap het allemaal niet. En je moet altijd factuurtjes sturen, dus je moet zelf achter je geld aangaan, anders krijg je het niet. Je inkomen kan elke maand anders zijn, want als jij bijvoorbeeld geen klanten hebt, dan heb je geen opdrachten en heb je gewoon geen geld. Dus het moet wel allemaal bij je passen. Wil je meer weten over wat erbij komt kijken als je ZZP'er bent of wilt worden? Check jou naar 30.nl.